Dankjewel. Ja, dank voor deze uitnodiging. Dit is de tweede op rij. In een vorige bijeenkomst hadden jullie gevraagd of ik iets wilde vertellen over ditzelfde onderwerp. En toen ben ik vooral iets gaan vertellen over een soort filosofische benadering om met moeilijk bereikbare groepen om te gaan, of wat dat überhaupt eigenlijk zijn. En of het niet zo is, zeg maar, dat wij eigenlijk vooral moeilijk bereikbare instituties zijn, in plaats van dat er moeilijk bereikbare groepen zijn. Ik wil niet hetzelfde doen als de vorige keer, dus ik wil nu eigenlijk vooral een soort van voorbeeldje geven van hoe wij zelf proberen op basis van onze benadering te proberen wel met groepen in contact te komen die soms toch moeilijk bereikbaar zijn. Mag ik de volgende slide? Nou, nog even heel terug. Het is ook iets wat ik de vorige keer heb gezegd. Van, er is eigenlijk gewoon, je kan op twee manieren kijken, grofweg, naar moeilijk bereikbare groepen. Je kan zeggen, waarom zijn ze moeilijk bereikbaar? Dat heeft vooral te maken met het feit dat wij eigenlijk geen goede interventies hebben. En dat we meer evidence nodig hebben om onze doelen en ook deze groepen te kunnen bereiken. Een andere manier om ernaar te kijken is te zeggen, ja, wij hebben eigenlijk gebrek aan kredietwaardigheid. Wij zijn zelf niet goed in staat als professionals, als instituties, om goed contact te maken met groepen in de samenleving. Wij leren ook zelf te weinig over die groepen. Dus het ligt veel meer bij ons. En misschien moeten wij meer nadenken over hoe wij zelf kredietwaardig kunnen worden. Mag ik de volgende? En in dat licht is ook simpelweg het woord interventie in de publieke gezondheidszorg een enorm dominant en belangrijk woord. Iedereen doet interventies. Terwijl het eigenlijk best volgens bijvoorbeeld Buchanan een heel erg lastig woord is. Omdat het eigenlijk betekent dat je een vijandelijke overname doet van een groep bewoners. En dat je eigenlijk zegt van wij hebben onze doelen gesteld. Wij vinden dat jullie op deze manier gezond moeten worden. Dit zijn belangrijke waarden. En wij hebben de evidence in place. En nu moeten jullie eigenlijk veranderen. Zodat wij gaan voldoen aan onze doelstellingen. En dat moet dan ook nog binnen onze tijdsregimes. In de periode dat wij een project starten, moeten jullie zoveel zodanig je rookgedrag reduceren, bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk, het woord interventie is wat dat betreft ook een gek woord. Als je het hebt over dat je toch groepen zou willen bereiken, dan is de vraag of je interventie zou moeten doen. Mag ik de volgende? Voor heb ik de vorige keer kort uitgelegd dat als je denkt van je wilt de samenleving veranderen en je zou het gezonder willen maken, en je zou een gezondere samenleving willen bewerkstelligen, dat je dan grofweg twee benaderingen hebt. En de ene die noemen wij rationalistisch, en dat is dan zeg maar gekenmerkt door het idee dat mensen dat je zegt wij gaan sturen en interveneren, dat is betrekkelijk top-down. Expertise is daarbij leidend, evidence en bij voorkeur ook nog evidence volgens de norm. Van evidence-based medicine, dus dat kwantitatieve randomized controlled trial kind of knowledge, dat echt leidend is. Het is sterk doelgericht, onze doelen staan centraal. Het is vaak korte termijn, het is geprojectiviseerd, dus wij proberen onze doelen te bereiken in projecten van 3 jaar, 4 jaar. Dat is de manier van werken. Het is betrekkelijk instrumenteel, want in die projecten is het de bedoeling dat burgers als het ware zich gaan gedragen naar onze doelen. Zij moeten veranderen zodat wij onze doelen kunnen gaan bereiken. De normen voor gezond gedrag zijn behoorlijk gestandardiseerd. En het is vaak een enge concept van gezond gedrag. Gebaseerd op epidemiologische risico's. En de belangrijkste doelstelling is effectief zijn. Dus dat die veranderingen ook gerealiseerd worden. Nou, wij proberen daar een andere benadering tegenover te stellen. Namelijk, wij noemen dat pragmatisch of democratisch. Dat je niet interveneert, maar dat je zegt, we gaan in dialoog en we proberen samen iets te leren over gezondheid en een gezonde samenleving. We stellen de kennis van burgers en ook hun leefwereldperspectieven centraal. De legitimiteit van het feit dat wij überhaupt iets kunnen doen, is niet dat we evidence hebben, maar het feit dat we betrouwbaar zijn. Dat we ons als een betrouwbare institutie tonen. Het is niet een korte termijn doelgericht proces, maar een open proces, duurzaam, langere termijn. Met veel oog voor onbedoelde gevolgen. Dus ook mogelijke schade die we aanrichten door de manier waarop we interveneren. Burgers zijn intrinsiek van waarde en niet alleen omdat ze aan onze doelen meewerken.
pluriformiteit en de betekenis van gezondheid is belangrijk. Heel veel bewoners hebben heel veel ideeën over wat voor hun gezondheid betekent. En dat moeten we ook serieus nemen. En behalve gezondheid vinden we ook gewoon een goed leven heel erg belangrijk. En gezondheid geven mensen toch vorm in de context van hun opvattingen over wat een goed leven voor hen is. Nou, en op die manier proberen wij zelf iets te doen met onbereikt, moeilijk bereikbare groepen. Mag ik de volgende? Eén domein waarop we dat doen is op het gebied van community health, zeg maar. Dus onbereikbare buurten. Dit is een project dat wij zelf doen sinds 2013. Er zijn een aantal buurten in Maastricht waar als je kijkt naar de GGD-monitor en ook de peilingen van de gemeentes, dat zijn dat lage inkomenswijken, veel migranten, hoge prevalentie van depressie, angst, slaapmedicatie, veel overgewicht, gewrichtsproblemen, artrose, etc. En heel veel eenzaamheid. In heel veel straten, of een substantieel deel van de straten, komen veel hulpverleners achter de voordeur in veel gezinnen. En er is heel weinig participatie. Dus als je bij de gemeente kan je altijd geld vragen voor buurtprojecten. En deze buurten, die doen daar nooit een beroep op, zeg maar. Die organiseren weinig, die doen weinig. Dus daar gebeurt ook heel weinig. Mag ik de volgende? En onze insteek om iets in die buurt te gaan doen is te denken van wij willen onszelf in die buurt bereikbaar maken. Dus wij willen niet de buurt bereiken, maar wij willen zelf zorgen dat wij bereikbaar worden. Wij willen een betrouwbare institutie worden in die buurt. Wij willen de buurt goed leren kennen. Dus wij zeggen niet wij hebben de kennis, maar eigenlijk hebben we best wel weinig kennis van die buurt, behalve epidemiologische gegevens. Maar wij willen de buurt echt goed leren kennen met een open houding. En waarbij we er geen aannames doen op basis van de cijfers van de GGD. En dan willen we op basis van hoe we de buurt leren kennen, samen met hen gaan handelen en kijken hoe we de buurt, ja, het leven in de buurt beter kunnen maken. Dat betekent dus dat wij eigenlijk in die zin zeggen van we willen eigenlijk de buurt helpen om hun zorgen en hun vragen over gezondheid en welzijn, om die meer publiek te maken. Want ja, wij weten wel wat zeg maar onze publieke opdracht is, maar de vraag is dus zeg of de zorgen van die buurt wel goed publiek gemaakt worden. Bereiken die eigenlijk wel de publieke arena en de arena van allerlei instituties? Mag ik de volgende? Nou, een van de manieren waarop wij dat hebben gedaan is te beginnen met het organiseren van een burgertop. Dat wil zeggen dat we 100 mensen uit die buurt hebben geloot uit de basisadministratie van de gemeente. En we hebben een dag georganiseerd waarop we de hele dag met al die mensen zijn gaan praten over wat is voor jullie belangrijk voor het welzijn en de kwaliteit van leven in deze buurt. En er was één groot thema wat naar voren kwam. En dat was, wij willen elkaar ontmoeten en dat lukt maar niet. Dus het is een soort schreeuw om, hoe komt het dat iedereen in kleine flatjes zit opgesloten? En waarom ontmoeten we elkaar niet meer? Nou, toen zijn wij gaan analyseren samen met een aantal bewoners waar dat dan door komt. En als je dan goed kijkt naar hoe die wijken zijn samengesteld, dan zie je dat het zijn naoorlogse wijken, waar langzaam maar zeker steeds meer schooltjes zijn gesloten, waar alle vormen van werkgelegenheid zijn weggetrokken, waar alle kerken, van vier van de vijf kerken geen functie meer hebben. Daar gaan mensen niet meer naartoe. Kleine winkeltjes zijn gesloten. Kleine sportparkjes zijn gesloten. Want die hebben plaatsgemaakt voor grote sportparken aan de rand van de stad. Dus alle plekken waar mensen elkaar op een vrij natuurlijke manier tegenkomen, die zijn eigenlijk weggerationaliseerd in de afgelopen 30, 40 jaar. En de mensen die in die wijken wonen, die worden ouder. En op een gegeven moment hebben ze zelf geen werk meer. En ze hebben ook geen kleine kinderen meer. En dan zie je dus dat ze allemaal opgesloten zitten in hun buurten. En ja, elkaar eigenlijk niet meer vanzelfsprekend ontmoeten. Mag ik de volgende? Nou, om daar met hun samen aan te gaan werken, hebben we een format bedacht. Hebben we een format ontwikkeld. Dat noemen wij Universiteit met de Buurt. Dat is eigenlijk een platform voor duurzame samenwerking met de bewoners in deze buurt. Het is geen project, dus er zit geen einddatum aan. Misschien mijn pensioendatum. Maar dat hoop ik niet. Ik hoop dat het dan overgedragen wordt.
Maar dat is ja, een platform voor verschillende activiteiten om als universiteit en samen ook met professionals van sociaal werk of soms van een sociaal wijkteam, soms van de GGD, om activiteiten te ontwikkelen en ook te leren over deze buurt. Samen experimenten te organiseren, om het ook samen te evalueren van nou, wat ging nou goed, wat willen we nog een keer doen. De stijl is informeel en persoonlijk, korte lijnen. Geen vergaderstijl, maar veel meer ja, samen denken. En soms gebeurt dat natuurlijk aan een tafel samen, maar ook heel veel dingen samen doen. Dus tuinieren samen. Ik zit zelf betrekkelijk veel in de catering daar, zeg maar. Ik doe veel aan koffie schenken. En, dus er is heel veel dingen doen, samen wandelen, dat soort van dingen. Voor ons is dat etnografisch actieonderzoek. Dat gaat dus voor ons gaat onderzoek en ja, activiteiten ondernemen, dat gaat samen. Het is heel erg meedoen, meelopen, present zijn, aanwezig zijn, je gezicht laten zien, aanspreekbaar zijn. En ook heel erg doen wat we beloven. Dus betrouwbaar zijn. Dus als wij zeggen, wij gaan jullie helpen om iets te organiseren, moeten we dat ook doen. Dus het is heel erg een vorm om samen kennis te maken. Maar ook ja, zo in de letterlijke zin van dat je contact met elkaar maakt. En dat je als universiteit als het ware de buurt beter leert kennen. Maar het is ook samen de kennis van de buurt ontsluiten. Want in de buurt is natuurlijk heel veel kennis over de buurt. En die willen wij graag ja, inventariseren. Of die willen we ook leren kennen. Mag ik de volgende? Nou, dit is de website, die kan verder. Dit is ook de website, kan ik verder. Nou, een aantal dingen die we hebben gedaan was bijvoorbeeld ook verzoek. Dat kwam als een van de uitkomsten ook van die burgertop. Om in een van de buurtcentra die er nog is, om een soort van magnifiek colleges. Dat heet een magnifiek centrum. En dat hebben magnifiek colleges georganiseerd. En daar hebben we met mensen uitgenodigd om te spreken of iets te vertellen aan bewoners over onderwerpen die zij zelf heel belangrijk vonden. Dus bewoners kwamen bij ons met thema's. En dat hebben we gedaan. En wat wij, een van de lessen die wij daaruit leerden bijvoorbeeld, was dat we hebben één hoogleraar gehad van de universiteit, die heeft iets verteld over artrose. Er zijn heel veel mensen in de buurt die last hebben van artroseklachten. En die weten niet zo goed van, moet je dan juist meer bewegen, of moet je minder bewegen, of waar komt het dan vandaan, is het hetzelfde als osteoporose, et cetera. En die hoogleraar die heeft daar iets van verteld, en die had allemaal kunstmatige knieën en knieën bij zich. En die konden mensen in hun handen nemen. En dat was echt een fantastische lezing. In de zin dat zeg maar, hij werd na 10 minuten al meteen onderbroken. En mensen kwamen met vragen. En het werd heel erg interactief. En mensen wilden steeds meer en meer en meer weten. We hadden ook een andere hoogleraar. Die deed daar iets over Alzheimer. Want ook heel veel mensen, ook op verzoek van de bewoners. En aan het eind zeiden mensen dat ze dat eigenlijk helemaal niet interessant vonden. En toen gingen wij aan het kijken van wat was nou het verschil tussen die beide presentaties. Dus dat die hoogleraar die een praatje had gehouden over Alzheimer, die had een standaard lekenpraatje. Dus die heeft een soort beeld van, dit zijn laag opgeleide mensen. Die wonen in lage inkomensbuurten. Dus als ik die iets vertel over Alzheimer, moet ik het niet te moeilijk maken. Dus ik heb mijn lekenpraatje. En mensen voelen acuut dat je met ze spreekt als zijnde zeg maar leken. En mensen haakten op de een of andere manier af en raakten niet geëngageerd met dat verhaal. Terwijl dat verhaal over die artrose, dat ging eigenlijk steeds dieper en dieper en dieper de stof in. Omdat mensen eigenlijk heel veel vragen hebben. Dus dat leerde ons heel erg iets over dat in hoe je zelf als het ware omgaat met kennis. En hoe je over kennis vertelt en hoe je daarmee bezig bent. Dat het ook iets uitmaakt voor hoe het overkomt bij mensen. Dat geldt ook voor hoe wij spreken over overgewicht. Dat heeft een soort standaard oppervlakkige manier van kennis, wat wij dan proberen over te brengen. Maar dat slaat eigenlijk helemaal niet aan. Dus ik heb het gevoel dat wij in onze kennisoverdracht, dat wij echt in de manier waarop wij over kennis spreken, dat we dat echt anders moeten gaan doen. Dat hebben we hier in feite, dat was een van de lessen hiervan. Mag ik de volgende? Wat wij ook ontdekten, is dat we in gesprekken die we organiseerden, dat je pijnlijkheid niet uit de weg kan gaan. Mensen voelen zich in deze buurten steeds heel erg niet gehoord door instituties. En in heel veel zaken die wij met mensen bespraken, kwam dat continu terug. En soms ook wel echt rauw, op een rauwe manier dat mensen zeiden, ja, jullie kunnen het allemaal wel vertellen, maar wij worden toch niet gehoord en wij worden toch aan de kant gezet. En we hebben al zo vaak dit gezegd en de gemeente reageert toch niet. Of
Nou ja, en dat is wel een soort... ik denk dat dat moet je dan wel adresseren op het moment dat je langere tijd met zo'n buurt in contact wil komen. Mag ik de volgende slide? Wat ook interessant was, dat er heel veel assumpties zeg maar, over deze buurten leven. En een van de assumpties bij het sociaal werk bijvoorbeeld is ook, dit zijn lage inkomensbuurten, laag opgeleide mensen. Dus die willen wel, als wij iets voor ze organiseren, dan is dat bijvoorbeeld bingo, kienen, dat soort van activiteiten. Op de burgertop kwamen mensen naar ons toe en die zeiden van, wij zijn het zo spuugzat dat mensen altijd maar denken dat wij alleen maar bingo willen spelen. Zei, oké, maar wat willen jullie dan wel doen? Toen zeiden ze, we willen eigenlijk filosofie. Zei, nou, dat is hartstikke leuk. Zei, waarom vind je dat dan interessant? Ja, filosoferen over het leven. En oké, dat gaan wij dan doen. En wij draaien dus al 3 jaar nu maandelijks een filosofiecafé in deze buurt. Waarvan zeg maar, ja, heel veel mensen denken van dat is eigenlijk niet mogelijk. Maar dat kan dus eigenlijk wel. En mensen vinden het ontzettend prettig om te spreken over belangrijke thema's in het leven. Die voor hun persoonlijk ook belangrijk zijn. Maar waar je wel persoonlijk wordt zonder je persoonlijke zorgen meteen op tafel te moeten leggen. Dus het is een stijl van een gesprek voeren. Wat mensen heel veel ruimte geeft op een bepaalde manier. En waar ook heel veel naar boven komt. En voor ons is dat weer etnografisch veldwerk, want wij leren op die manier heel veel van de manier waarop mensen aankijken tegen de betekenis van ouder worden, de betekenis van natuur, kunst, et cetera. Mag ik de volgende? En een van de grote thema's waar wij aan werken, is, want als je denkt van mensen ontmoeten elkaar niet, dan denk je als je de buurten daar ziet, hoe is het in godsnaam mogelijk? Want dit zijn supergroene buurten. Dus het zijn echt van die naoorlogse wijken met heel veel groen. Maar als je dan door die wijken fietst, dan zie je dat op dat groen echt helemaal niks gebeurt. Mensen dansen niet, mensen picknicken niet, mensen eten niet, er wordt ook weinig gespeeld. Er zijn alleen een aantal mensen met hondjes die steeds hetzelfde rondje lopen. Dat is het enige wat er gebeurt. Dus wij hebben dat samen met de bewoners hebben dat gedoopt als asociaal groen. En dan denk je, maar waarom wordt dat asociaal groen niet sociaal gemaakt? En wat kunnen wij eigenlijk doen om te zorgen dat mensen elkaar dan in ieder geval in de buitenruimte wel gaan ontmoeten? Hoe zou je dat kunnen doen? En toen zijn we dus echt al dat groen in kaart gaan brengen van waar wordt het nu door gekenmerkt? En dan zie je en dat het groen heel erg verwaarloosd is. En dan, dat is niet helemaal toevallig, want de gemeente stopt heel veel geld in het centrum. Want het centrum is voor toeristen en voor studenten. En alle onderhoudsgeld voor deze buurten is langzaam en zeker de afgelopen jaren minder geworden. Dus dat mensen zich verwaarloosd voelen, dat klopt ook. Want ze zijn ook relatief verwaarloosd. Er gaat gewoon minder geld in om. En het is gewoon super saai. Het is gewoon niet uitdagend groen. En wat wij gedaan hebben, is met mensen een soort herontwerp gemaakt van bijvoorbeeld een heel groot park. En daar zijn we nu mee bezig, samen met de bewoners, om dat te herinrichten. Volgende slide. Dus er zijn nieuwe bomen geplant, waar mensen zeggen, ja, je kan hier helemaal niet zitten in de zomer, want er is geen schaduw. Als je schaduw wil, heb je bomen nodig. Er worden nieuwe natuurelementen geplaatst in januari. Want als je natuurelementen, al is het maar boomstammen, in een park gooit, dan gaan kinderen op die boomstammen klimmen. En als kinderen op de boomstammen klimmen, dan komen de ouders ook naar het park. En dan zo gauw je mensen rond de boomstam hebt, dan wordt er ook een gesprek gevoerd. De tuinen gaan op de schop. De tuinen zijn sterk verwaarloosd. En nu zijn we met bewoners bezig om bakken te herinrichten. En ook het hondenlosloopgebied gaan we herontwerpen. Dus dat zijn dingen die je allemaal met bewoners kan doen. Zijn we de afgelopen 2 jaar zijn we daarmee bezig. En op die manier proberen we van een soort asociaal groen, sociaal groen te maken. En het een levendige ontmoetingsplek te maken. Mag ik het volgende? Oh, dit is onzichtbaar. Nou, dit zijn schetsjes van bewoners, van hoe zij het graag willen. We hebben gewoon een buurtdagboek gemaakt, waarin mensen gevraagd hoe zij zeg maar, dat park voor zich zien. En dat soort ideeën resoneren in de plannen die nu gemaakt worden. Mag ik het volgende? En ook een mooi voorbeeld zeg maar, van lokale kennis in de buurt. Het andere, dat is over kennis, gaat over wat mensen belangrijk vinden als het gaat om groen, zeg maar. Of hoe ze zo'n park voor zich zien. Dit is een heel ander soort van lokale kennis. Mensen, op een gegeven moment zeiden mensen, dat is heel vervelend, maar steeds als wij de ambulance bellen, dan zijn er een aantal straten waar die ambulance nooit verschijnt. Die verdwaalt altijd. Die ambulance komt altijd te laat. Nou, dat is een soort
er was een klacht van mensen en ze hadden die klachten op allerlei plekken al gedeponeerd, bij de gemeente, bij de GGD. En dan moeten ze door websites heen, dan moeten ze bellen, worden ze doorverwezen, moeten ze formulieren invullen. En dat verandert niet. En heel vaak, als dan die ambulance weer gebeld wordt, zijn veel oudere mensen, dus die komt daar nog wel eens, dan verdwaalt die dus. En mensen vinden dat niet fijn, want je kan ook te laat zijn als zich een incident voordoet. Mensen voelen zich dan verwaarloosd, want zij weten niet bij welk loket zij moeten zijn om die klacht neer te leggen. Als er dan uiteindelijk iemand is die reageert, dan is de reactie is onmogelijk. De ambulance kan niet verdwalen, want wij hebben hele goede routewijzers en goede systemen in onze auto's. Dus dat kan niet. Dus ze worden niet geloofd. Nou, en dan is het toeval, omdat wij erbij zijn als universiteit, gaan wij dan intermediëren en we hebben een gesprek georganiseerd tussen de GGD die over de ambulance gaat en de mensen in de buurt. En er is een check geweest en het bleek inderdaad dat de ambulances niet de goede routes hadden en een aantal, 4, 5 straten in die buurt consequent niet kunnen vinden. Dus altijd rondjes draaien. En toen werd vervolgens dus ook uitgezocht van waar dat door kwam. En het bleek dat een aantal Google Maps, geloof ik, de techniek weet ik niet precies, maar het klopte gewoon niet. Dus mensen hadden wel gewoon gelijk. En dat is wel grappig, want dat soort van kennis van een buurt, dat is het soort kennis dat alleen bewoners hebben. En als je dat dan niet adresseert of je doet daar niks mee, ja, dan voelen mensen zich natuurlijk aan de kant gezet. En dat is niet prettig. En in de context van zo'n universiteit met de buurt kunnen wij dit soort dingen gewoon toch wel identificeren en boven tafel halen. En het is prettig als het dan opgelost wordt. Mag ik de volgende? Nou ja. Wat wij proberen te doen is zeg maar de universiteit met de buurt als een soort organisatievorm te maken wat een alternatief is voor interveneren en sturen. Dus we proberen te werken op basis van dialoog als een soort basismetafoor om met elkaar om te gaan. En dat betekent niet alleen maar praten, maar vooral ook samen dingen doen en dingen uitvinden. We hebben echt een etikette. De etikette is gastvrijheid en openheid. Dus we proberen altijd ja, mensen welkom te heten, mensen op het gemak te stellen, et cetera. Het is gewoon langzaam. Het is gewoon niet een wonder van efficiëntie, maar alles gaat langzaam. We nemen de tijd, we tasten af. Want dat is de enige manier waarop je het kan doen. Het is heel erg uitproberen. Het is veel praten, maar het is ook veel zwijgen en veel doen, wat ik al zei. Dus we wandelen, we poetsen, we koken. Het is belangrijk om niet heel doelgericht te zijn, maar om vooral het spelelement en de ironie en het plezier, als het ware, belangrijk te laten zijn. Anders vinden bewoners het ook niet fijn, maar vinden wij het eigenlijk ook niet fijn. Ik doe het vooral omdat ik er plezier in heb. En het moet informeel zijn en betrouwbaar. En dat is eigenlijk wat we proberen te doen, en dat doen we in 2013. En wat het dan is, mag ik de laatste slide? Is volgens mij wat we aan het doen zijn, als je er conceptueel naar kijkt, is dat we gezondheid publiek maken, letterlijk. We proberen gezondheid onderdeel te maken van de herinrichting van de publieke ruimte. Dat betekent dat we de publieke ruimte zo maken dat mensen zich daar veiliger voelen. Dat ze makkelijker contact durven te zoeken met vreemden. Dat we het groener maken en meer geschikt om te wandelen. Dat we mensen trotser maken op hun buurt en op hun wijk en op hun park. En ook dat we proberen ertoe bij te dragen dat de buurt als het ware meer op het netvlies van de instituties komt, die hun toch wel behoorlijk verwaarlozen. Een ander resultaat is ook dat we meer kennis krijgen van de buurt. Wij hebben heel veel geleerd over de impact van institutionele verwaarlozing, van het belang van publieke en ook micropublieke plekken, in de manier waarop mensen zeg maar, een soort van netwerken met elkaar kunnen vormen waarin je geen vrienden hoeft te zijn, waarin je wel bekende vreemden of vreemde bekenden van elkaar kan zijn. En wat voor de kwaliteit van leven in een buurt echt heel erg belangrijk is. En wat misschien wat net als het ware mensen over de drempel kan helpen om ergens hulp te vragen, bijvoorbeeld als dat nodig is. Dus dat is een concept uit de sociale geografie, publieke vreemden. En dat is echt een heel belangrijk concept voor veiligheidsgevoel. Je op je gemak voelen, hulp durven vragen, et cetera. En ik heb het gevoel dat door de herinrichting van de publieke ruimte maak je gezondheid, publiek, in de meest letterlijke zin van het woord. Je kijkt niet naar al die individuele risicofactoren, maar je probeert de publieke ruimte als een mediator voor gezondheid te maken. En daardoor leren wij heel veel van dat proces zelf. Nou, dit is een voorbeeld hoe we dat hier doen. We doen het op een andere plek,
op het gezondheidsbevordering op de werkplek. Daarvoor hebben we echt een trainingsprogramma ontwikkeld samen met een landelijke vereniging van sociale werkbedrijven. En ook andere bedrijven in de chemische industrie en de auto-industrie. Is een website van www.gezondheidmetdewerkvloer. Heeft eigenlijk dezelfde aanpak. En daar verzorgen we trainingen voor in bedrijven. Ook op dezelfde, ja, vanuit dezelfde filosofie, zeg maar. En dit is meer community help. Nou, ik hoop dat ik... Ben ik in de tijd?